Het Sue for Sue Fonds heeft al bijna $400.000 opgehaald om te kunnen helpen bij het in orde maken van ziekenhuisafdelingen om patiënten die besmet zijn met het coronavirus, COVID-19, goed op te vangen. Dit meldt Henna Draaibaar, woordvoerder van dit fonds. Wat hebben we nodig? Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag die de drie bedrijven zich stelden. En de drie bedrijven, dat is Fernandez, Staatsolie en Suriname Plastic Manufacturing, die vroegen zich af, hebben we genoeg geld en middelen en materialen in Suriname om het probleem van het coronavirus, COVID-19, op te lossen? Nou, zij zijn bij elkaar gekomen en hebben toen meteen gezegd, we gaan geld in een pot doen. Eigenlijk heet dat een fonds. En we gaan het fonds laten beheren door VSB, dat is Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, om te zorgen dat het geld goed gebruikt wordt. Enkele weken geleden zijn de ziekenhuizen begonnen met de voorbereidingen. Het grootste probleem waar ze tegenaan liepen was een geldtekort. Daarop zijn Fernandez, Staatsolie en Suriname Plastic Manufacturing ingekomen en hebben het Sue for Sue fonds opgezet en meteen het eerste bedrag in het fonds gestopt. Suriname Plastic Manufacturing heeft $25.000 gedoneerd, Staatsolie $100.000 en $100.000 van Fernandez. Ze bedachten ook dat ze niet de enige waren die geld in dit prachtige fonds moeten zetten, maar dat ze een beroep willen doen op allerlei andere bedrijven. En dat lijkt te werken. Want meteen nadat de brief de deur uit is gegaan, heeft Assuria gereageerd. De Surinaamse brouwerij heeft gereageerd. Noem het maar op. En inmiddels gaat er steeds meer geld in het fonds. Het is heel belangrijk dat we in Suriname voorbereid zijn op wat er komen kan. En daarom wordt bijvoorbeeld de intensive care unit van het AZP voor mensen die heel ziek worden aangevuld. Maar ook andere ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de fondsen. Sterker nog, de eerste aankopen zijn al gedaan. En het zijn niet de mensen van het fonds die beslissen wat er gekocht moet worden. Ze werken nauw samen met de doktoren in het ziekenhuis die hier alles van weten. En die hebben een lijstje opgesteld en gezegd, wat we het dringendste nodig hebben, dat zijn deze spullen. En die zijn gekocht en dat kostte alleen al €170.000. Volgens Draaibaar wordt het project door verschillende organisaties ondersteund. We doen dit voor onze eigen Surinamers, zeggen de ondersteuners. Loyals is een communicatiebedrijf dat met haar hoofdkantoor op Curaçao nauw samenwerkt met de Backlot om zoveel mogelijk geld in het fonds te krijgen. Ook de communicatieafdeling van Staatsolie maakt overuren om dit project tot een succes te maken, zegt Draaibaar.